Super gaaf dat de gemeente zich zo opstelt om met een hele nieuwe manier van aanbesteding aan de slag te gaan. Hartstikke leuk. Als ik de energie zie en als ik de mensen zie die er meedoen, nou, dan moet het een heel stuk verder komen. Als ik de dag zou mogen samenvatten, dan kom ik uit op energie. Er was heel veel energie in de zaal om met ons mee te denken. Een tweede is dat we echt gaan voor een systeemverandering. Ik heb er energie van gekregen in ieder geval. Het belang van deze bijeenkomst is dat de gemeente Amsterdam op termijn iets moet met 500 kilometer walmuren in de stad. Dat kan niet meer op de manier waarop we het nu doen, omdat alles op die walmuur en bij die walmuur samenkomt. En we zoeken naar nieuwe oplossingen, innovatieve oplossingen. Die mogen radicaal anders zijn en de enige manier om dat te doen is om die vraag ook heel expliciet te stellen. Ik ben hier omdat ik heel benieuwd ben hoe de innovatiekracht in de gemeente, in dit geval Amsterdam, hoe dat vorm krijgt en hoe we dat vanuit economische zaken ook mee kunnen faciliteren. En ook kunnen zien hoe bijvoorbeeld andere steden, die ook veel kaders hebben, hoe die ook mee zouden kunnen profiteren op termijn. Het is geweldig om te zien hoe vandaag bedrijven, overheden en kennisinstellingen met het vraagstuk kadermuur aan de slag gaan. Hoe kunnen we deze verbeteren en hoe kunnen we de maatschappelijke uitdaging te lijf gaan? De bedoeling van deze bijeenkomst is dat bedrijven weten wat de vraag is die de gemeente Amsterdam heeft. Trouwens, die vraag is veel groter dan Amsterdam, want het speelt ook voor Den Haag en Utrecht en nog heel veel steden in Nederland. Dat ze elkaar ontmoeten en dat ze in die ontmoeting komen tot coalities die hele nieuwe, slimme ideeën kunnen ontwikkelen. Nou, een van de redenen waarom ik hier vandaag ben is om te zien wat nou echt de daadwerkelijke opgave is van de gemeente Amsterdam. Waar zit de problematiek? Wat vinden ze zelf belangrijk en essentieel om mee te nemen richting de uitvraag naar de markt? En wij als marktpartij zijn natuurlijk bijzonder geïnteresseerd om te zien wie naast ons kijkt naar de opgave, wie mee wil doen aan dit verhaal. En uiteraard het allerbelangrijkste vandaag is kijken of er partijen zijn waarmee we een leuke samenwerking kunnen bewerkstelligen. Nou, heel prettig om te zien hoeveel denkkracht hier aanwezig is. En hier zitten allerlei slimme lessen in die we kunnen overdragen naar andere overheden. En ook zelf kunnen nadenken van hoe kunnen we nou in Nederland het ecosysteem verbeteren dat overheid en markt elkaar op innovatie beter kunnen vinden. Ik ben heel geïnteresseerd om te zien hoe een opdrachtgever, in dit geval de gemeente Amsterdam, dat ze niet alleen vragen om een oplossing, maar dat ze die oplossing ook afneemt. Innovatiepartnerschap gaat over innoveren, dus dat betekent dat we echt op een andere manier gaan nadenken hoe we die kadermuren hier in Amsterdam gaan vervangen. Maar het gaat ook over partnerschap en over samenwerking met de markt, maar ook over samenwerkingen tussen marktpartijen zelf. En daar is deze middag heeft een perfecte invulling aan gegeven. Geweldig om te zien hoe de gemeente Amsterdam iets nieuws als het innovatiepartnerschap oppakt en omarmt. En samen met bedrijven gaat uitvinden, uitdokteren hoe we dit op de beste manier kunnen inrichten. Als Holland Contech en PropTech zijn we gevraagd om als dagvoorzitter en een beetje met mindset aan de gang te gaan. Met 120 deelnemers. Super inspirerende middag. En ik denk dat het het belangrijkste punt voor de bedrijven is, en dat wil ik ze graag meegeven, om echt gewoon goede teams te gaan formeren. Grote teams met veel verschillende partijen aangesloten. En dan samen sta je sterk en samen kun je gewoon tot die 10 keer grotere oplossingen komen. Ik was echt verrast dat er zo ontzettend veel aannemers en ingenieursbureaus en innovators zich hebben aangemeld voor deze dag. Dat zorgde voor een onwijs goede dynamiek waarin echt heel veel feedback hebben gekregen op onze aanpak. Maar waarin ik ook heel veel enthousiasme heb gezien over de aanpak die wij voorstaan. Ja, ik ben heel tevreden. Nou, ik vond het een ontzettend inspirerende dag. Ik heb in ieder geval een hele hoop oplossingen of ideeën al gehoord van partijen over hoe kunnen we nou onze selectie anders inrichten, ook over de zorg, hè, van de scope, de opdrachtomvang. Heel leuk om die feedback allemaal te krijgen. Ja.